We kwamen op Aiolia, het eiland waar Aiolos, de zoon van Hippotas, verblijft. Geliefd bij de onsterfelijke. Een drijvend eiland, helemaal omringd met onvergankelijke bronzen wallen. Een gladde rotswand stijgt het zee omhoog. Hij kreeg 12 kinderen in zijn paleis. 6 dochters had hij, 6 volwassen zonen. Zijn dochters gaf hij aan zijn zoons als vrouw. Elke dag gebruikten ze de maaltijd samen, met hun geliefde vader, hun bezorgde moeder. Voor hen ligt spijs in overvloed. Het huis geurt alle dagen naar gebraad. En de paleishof galmt van feestgeluiden.